De bekendste koffieshopsteeg in het centrum van Nijmegen krijgt een compleet nieuwe look. De sloop van de 6 panden aan de Vlaamse Gas gaat binnenkort beginnen. Het aanpakken van deze steeg moet dit gedeelte van de binnenstad een stuk aantrekkelijker maken. Het gaat om deze panden hier, op de hoek van de Vlaamse Gas en de Tweede Walstraat. De panden staan al een tijd leeg en hebben ook zeker hun beste tijd gehad. Er staan ook 2 monumentale panden, deze blijven zoveel mogelijk behouden. Na de sloop start hier de bouw van tientallen gloednieuwe appartementen. Daar komt voor in de plaats een plan met in totaal een 28-tal nieuwe appartementen. In een van de bestaande gebouwen die behouden blijven komen nog 2 appartementen. En op de begane grond worden bedrijfsruimte en horecavoorzieningen gerealiseerd. Het zijn appartementen vanaf 32 vierkante meter tot 57 vierkante meter. En de doelgroep die de ontwikkelaar voor ogen heeft zijn met name starters. Daarbij moet je denken aan mensen die net hun eerste baan hebben, graag in het centrum van de stad willen wonen. Nou, de sloop zal relatief snel gaan. Daarna zal er nog wat archeologisch onderzoek gedaan moeten worden. En de planning is nu vooralsnog dat we na de bouwvak daadwerkelijk kunnen starten met de bouw van het plan. Dit gebied in de binnenstad staat bekend als een probleemgebied. Bewoners en ondernemers in deze buurt ervaren veel overlast van onder andere drugsgebruikers en dealers. De gemeente hoopt dat dit plan de uitstraling hier gaat verbeteren. De uitstraling zal erop vooruit gaan, maar of het ook echt de leefbaarheid verbetert, is nog maar de vraag. Nou, wat we geprobeerd hebben is om te kijken of we de ritmiek die er in de straat is, of we die kunnen laten terugkomen. Het wordt allemaal net iets hoger dan wat het nu is, maar het blijft allemaal 2 tot 3 lagen met een kap. Nou ja, als alles voorspoedig verloopt en iedereen kan zich aan de planning houden, dan zal dit project rond de bouwvak van 2025 gereed zijn. En zullen waarschijnlijk de eerste bewoners na de bouwvak van 2025 hun intrek kunnen nemen. Als dit project eenmaal is afgerond, zal de Molenpoortpassage in 2025 de volgende stap zijn in dit project. In de toekomst zal het geen overdekt winkelcentrum meer zijn, maar gewoon een normale winkelstraat.